Arik, mensen. We zitten nog in een Ragnarok. En daar hebben we natuurlijk een lijpe basis staan. Wat nog helemaal niet verdedigd is. Daar moeten nog turrets op. Daar moeten nog turretoren. Overal moeten nog turretorens komen, man. Maar dat kan ook. Maar dan moet ik eerst materialen hebben. Dus laat ik eerst even snel naar Genesis gaan. Om daar allemaal materialen op te halen uit mijn vivariums. En dan, dan kunnen we ook even verder gaan met bouwen. We kunnen de wereld even gaan ontdekken wat er allemaal te vinden is hier. We kunnen van alles doen. Temmen hoeven eigenlijk helemaal niet meer te doen, toch? We hebben zoveel dino's met zoveel goede stats. I mean, een Pterodon. Een Pterodon zou ik nog willen hebben, ja. Die is wel een beetje genaaid bij mij. Oké, ik travel even. Of moet ik eerst... Ik zet eerst even een armor in, man, trouwens. Zo, goedemorgen Genesis, mensen. Het duurt letterlijk 3 minuten om Genesis te joinen, man. Dat is echt niet normaal. Hopelijk heb ik misschien nog turrets liggen hier zelfs. Ja, dat zal wel echt heel ziek zijn. Een paar heavies heb ik nog wel liggen. Maar dat is niet genoeg natuurlijk. Charcoal, cementing paste, ja. Heel veel vlak, heel veel normale heavy turrets. Metal, organic polymer, ja. Ik heb het allemaal nodig. Ja, leuk dat allemaal, maar dan gaan we toch echt even hier naartoe. Dit is waar de echte resources liggen natuurlijk. Door al deze gadgets die hier aan het klonen zijn. Kijk dit man, gek. Hoppateetje. En er ligt stront in. Hoezo ligt er stront in? Ah, hier is geen stront, ik wou zeggen. Nou, Black Pearls. Neem hem mee, dan hebben die ook voor altijd genoeg. Een paar besjes voor mijn dieren, hebben die ook wat te eten. Dan hebben we nog Corrupted Wood. Nou, dat is gewoon hout toch, denk ik. Hout hebben we ook nodig, kristallen hebben we nodig voor leven. Nemen we allemaal mee. Element Dust hebben we niet per se echt nodig, maar we nemen wel een beetje mee. Flint een beetje mee. Green Gems, neem ik wel even 2 stekjes mee. Dan hebben we nog Obsidian, kan handig zijn. Oil kan ook handig zijn. Organic Polymer moeten we heel veel van hebben. Sap, Pearls, heel veel. Daar kunnen we allemaal elektronics mee maken weer. Beetje Stone, beetje Zilver, beetje Thatch. Nog een beetje wood. En dan hebben we al heel veel materiaal al binnen. De metal heb ik dus ook nog in die G-Portal Dodo Hub server liggen. Dus daar moeten we zo nog even heen. Maar dat is allemaal goed. Nog meer pearls. Kunnen we nog meer electronics maken. Beetje silk. Ja, man, heb ik hier in ieder geval even genoeg van. En dan zit ik ook nog even te kijken of ik nog een dinootje mee kan nemen hier. Of dat nou echt nodig is of niet. Want ik heb niet echt mobiliteitsdino's. Ik heb trouwens wel een Meowing. Ik heb nog 1 Meowing liggen volgens mij. Ah, daar heb je een onze Jan. Oké, met kom maar gek. Dan kloon ik deze even 1 keer door snel. Oh, daar heb je nog een onze Jan. Oké, we hebben 2 onze Jan. Dit zijn geen goede Meowings verder. Allright, dan gaan we eerst even terug naar Ragnarok. En dan ga ik daarna weer even naar de Dodo Hub server. De G-Portal Dodo Hub server. Pakken we daar nog de andere materialen. En dan, takka, hebben we alles. Kunnen we verder met onze basis. Knetterziek. Oh, deze trend gaat heel snel. What the fuck? Damn. Nou, dit kan dus allemaal hierin. Dat is mooi. En dan kan ik meteen door. Dan heb ik al die materialen. Oh, lekker. Heel veel Argentina paste. Zeg maar 7 miljoen Argentina paste. What the fuck? Dat is niet normaal, man. Oh, jezus. Hier nog knetter van electronics. Kunnen we echt boren, bakken vol met turrets maken, jongen. Ik heb niks te klagen, gek. Even serieus. 12 miljoen? Nee. Nou, wel. Ja. 12 miljoen sparkpowder. Wat is dit? Bro, hoe kom ik hier nou weer aan? Mondetje, man. Lekker. Metal. Nou ja, dit is genoeg om een dikke baas mee te bouwen in ieder geval. Daar ben ik al lang blij mee. Hide. Ik moet ook heel veel hide hebben, man. Kijk, die olie ook, man. Dit is toch niet normaal, ouwe. Halt heb ik al. Fiber. Ja. Charcoal, ja, ik heb het, ja, voor ammo heb ik het wel nodig, voor gunpowder en zo, maar... Ja, dan kan ik in de autocrafter gooien trouwens, kan ik meteen gunpowder maken en dan ook meteen ARB maken, weet je wel, dat is op zich wel chill. Voor de rest heb ik denk de meeste materialen wel, toch, of niet? Dan gaan we meteen even door. Oh, jij, jongen, je moet echt dood. Oh, ik had hem, huh? Nou, wegblijven, gek. Oké, nou, waar waren we? Volgens mij heb ik heel veel materialen meegenomen, dat was het ding. Ja. Lijp. Oké, dan heb ik die Meowing natuurlijk ook nog, hè. Die had ik hierin zitten. Ons Jan, kom direct eens uit, jong. Oebla. Nou, kom, we gaan, ons Jan.
We gaan gewoon even een klein rondje vliegen. Even kijken of we iets leuks tegenkomen of niet. En dan gaan we daarna even verder met onze bultman. Want er moet nog echt heel veel gebeuren. Ik heb hier trouwens nog een foundation support neergelegd. Daar en daar rechts nog. Dat kan ik even niet laten zien nou. En volgens mij is er ook nog dus die lava golem boss. Die kunnen we ook nog een keer gaan verslaan. Alleen maar ook wel leuk om te doen. De artifacts run hier. Ik weet niet of het nut heeft. We kunnen wel gewoon dat gaan doen om de caves te exploren, zeg maar. Als dat een idee is. Dat is niet handig trouwens. Eigenlijk vind ik me heel erg maar kut. Zit hier nooit een cave achter trouwens? Ja, niet dat ik in één keer turrets in mijn bek krijg, weet je wel. Ik zie het zo gebeuren. Wel een mooi watertje. Mooi blauw. Ja. I can't wait till the weekend must begin. Trikes. Heb ik nog goede trikes? Heb ik nog goede trikes nodig? Dat is de vraag. Ik heb natuurlijk ook nog die mantis van de Craftmaster die ik nog door moet gaan klonen. Hè? Die 73 melee staat. Die is niet normaal, man. Goed dat ik die nog even snel mee heb kunnen chakken. Die ga ik ook gewoon tegen hem gebruiken weer, jongen, die mantis. Ja, het ding is wel, jullie gaan de komende aflevering heel veel bouwwerken nog zien en zo. Want dat is gewoon nog wat moet gebeuren. Ik moet hier echt de grootste beest ooit gaan bouwen. En hij moet ook echt de grootste beest van mij zijn, die ik ooit heb gehad. Die nog island niveau moet gaan verslaan, weet je wel. Dat is een beetje mijn insteek. What the fuck was dat? Dat bedoel ik. Oké, er is dus wel leven hier. Op de brug. Tribe of Craftmaster. Oké, hebben we nou echt de Craftmaster gevonden? Een ronde basis met Tribe of Gods. Tribe of Craftmaster? Tribe of Gods? Tribe of Craftmaster? Tribe of Gods? Niet zeggen dat dit de Citadel is, toch? Oh mijn god, ik zit even naar binnen te spieken, man. Of ik hier de G-Portal God kan zien. Bro, ik zie daar wel een kip staan, gek. Ik zie daar een kip staan. Ik bedoel, een god. Ja, ik weet niet of dit fake god is, man. Ik kan dat niet zien. Fucking hell. Ik zie hier letterlijk een Tribe of Gods gebouw staan. Dat waarschijnlijk de Citadel is. En ik zie een kip binnen staan. Dat moet ik echt even vertellen tegen Rudy en Jones, man. Ja, dat moet ik even tegen hun vertellen. Maar ik weet niet waar hun zijn. Ik ben hier gewoon gedropt op deze wereld, man. Zonder iemand. Ik was alleen. Oké, maar dan... Dit moet ik even goed onthouden, man. Een kip. Een kip met Tribe of Gods. Dus Tribe of Gods is sowieso bekend terrein. Of iemand moet ons aan het bamboezelen zijn. Dat kan natuurlijk ook nog. Goed. Dan ga ik hier even die boel turrets craften nog. Die ga ik maar even allemaal neerzetten. Dat moet toch gebeuren. Ja, weet je, als we gewoon 100 die doen en 100 of nog 50 van deze erbij. Dan hebben we gewoon 100 en 100. Dat moet gewoon meer dan genoeg zijn. Mooi, dan hebben we hier die autocrafter staan. Als al die dino's even aan de kant gaan. Hey, kijk al die shark trekhaken hier, gek. Damn. Dan moet ik heel veel van die double doorframes er zo nog hebben. Wat zit er in deze vault eigenlijk? Oh, van alles om te bouwen weer. Double doorframe, kijk, dat is helemaal mooi. Oké, de turrets mee. Dank u, dan moeten we nog even generators hebben. Oh, we hebben nog 3 generators, chill. Right, ja, dat kunnen we denken, en wat vals, denk ik. Right, even kijken, dan hebben we hier dus ruimte voor nog een toren. Dat lijkt me wel echt een mooie plek om nog een toren te bouwen. Ik weet nog niet precies hoe ik hem helemaal voor me zie, maar dan gaan we vanzelf achterkomen. Zo, dan hier zo beginnen, I guess. 2, 3 en 4 misschien. Nee, hallo. 1, 2, 3 en 4. Zo. Right, dan doen we het gewoon zo. Hij moet denk ik wel iets hoger, zoiets denk ik. Ja, dat sluit op zich ook redelijk mooi aan het gebouw aan. Dus misschien dat ik daar ook nog iets mee kan doen, maar dat kijken we nog wel. Voor nu is het belangrijk dat er vooral turrets komen te staan. Dit wordt sowieso een moeilijke basis om te verdedigen. Zij moeten wel echt heel veel turrets plaatsen en heel veel torens. Om dit een beetje logisch te maken. Waarom is dat hoger dan dat? Dat begrijp ik niet helemaal. Kijk, dit is ook lager. Huh? Omdat die ceiling daartussen zit of zo. I can't wait till the weekend must begin. I can't wait till the weekend must begin. Yeah. Hey, wat gaan jullie dit weekend doen? Laat dat even lekker weten in de comments, mensen. Ik ben benieuwd. Nog leuke dingen op de planning. Al leuke dingen gedaan. Oh, ik ben bijna dood, man. Ik moet echt een keer even tech schoenen gaan dragen. Kijk, zie je, dit is hoger. Hey. Zo. Wat gebeurt hier, man? Als ik nou op deze lijn even dingen zet. In principe hoef ik aan de binnenkant niet heel veel van die hedgeframes te plaatsen. Ik kan hier nou wel een soort van verdieping ertussen in gaan maken. Nog, I guess. Maar eigenlijk moeten de turrets voornamelijk gewoon hier aan de buitenkant komen te hangen.
Ik kan hem gewoon helemaal zo rondom doen. Ik zie hem. Dit kunnen we gewoon doen. Huh? Jonas! Jonas! Godverdomme, man. Maar jij hebt hem best ook gebouwd hier, jongen. Ja, ik ben lekker bezig. Waar ben je? Hier achter je. Om Ragnagnatta. Achter je. Ragnagnatta? Nee, je kijkt de verkeerde kant op. Ik zie jou niet. Ik sta gewoon op je dak, gast. Oh. What the fuck? Wat kut. Ik heb echt mega muggen geparkeerd hier. Tering, man. Oh, what the fuck? Hoezo? Mamma mia, damn. Mamma mia. Kijk hem, man. Ik was even de wereld aan het ontdekken, dus ik ga gewoon even op Mamma mia lekker rondvliegen. Ja, nee, goeie. Hij is alleen niet zo snel. Ja, ziek, man. Godverdomme. Maar, best beestje heb je in elkaar geplant hier, jongen. Ja, het is nog steeds work in progress, hoor. We zijn er nog lang niet. Nee, dat snap ik. Want je hebt wel een ambitieus projectje ben je begonnen. Ja, ik heb echt miljoenen aan materialen. Dus die kunnen we ook maar beter een keer gaan gebruiken ooit. Dus, Nou ja, dat doe je eigenlijk wel goed. Ja, anders ligt het ook maar zo te liggen, toch, hè? Ja, moet je niet willen. En we zijn nou hier... Ja, maar ik heb ook wel mijn best beestje staan, hoor. Ik denk wel mijn grootste beest ooit ook. Ja? Ja, ik zit bij helemaal rechtsbovenin bij Lighthouse, zeg maar. Daaronder heb je zo'n cave. Oh, die met die stenen. Die grijze cave is dat, toch? Ja. Met al die rare vijfhoekige stenen. Ja, juist, ja. Oké, okay. Nou, dan kom ik daar binnenkort ook nog even een keertje langs. En dan, nice. Heb jij al iets van een alliantie of zo, dat we niet door elkaar Turk doodgaan? Nee, ik heb ook nog niet zo'n tribe. Oh. Dat moet ik eigenlijk ook nog doen. Ik kan het wel even maken. Okay. Hoe gaan we hem noemen? De Ragnarakkers. Ragnarakkers? Weet ik veel. Dan heb ik eerder de Ragnarakkers. Raggers? Oh ja, ook goed. Ragnarakkers. Perfect. Oké. Okay. Heb jij Rudy al gevonden? Nee, ook nog niet. Ik heb wel een... ik denk dat het de Citadel is. Die heb ik wel gevonden. Oh, meen je? Ja. Okay. Je hebt daar Craftmaster omheen zitten met allemaal turrets. En de Citadel, ook van de Tribe of Gods, die staat in het midden. En er staat een kippetje binnen. Maar ik weet niet of dat de G-Portal God is. Dat kan ik niet zien. Oh, dus, maar als je opbouwt is door de structures van de Craftmaster, dan denk ik wel toch? Dat is een soort gelijk gevangenisje of zo. Ja, precies. Maar waarom zou de Craftmaster de kip in de Citadel of the Gods neerzetten? Ja, dat vind ik ook een beetje vreemd. Snap je? Dus Ik heb dus een Craftmaster structure gevonden bij de lava cave, rechtsbovenin. Daar zit ook een grote grot. Ik kon de grot niet in, want daar stond voor de deur een enorme turret tower. Is dat bij de Wyverns? Ja. Ah, oké. Ik denk dat we daar maar eens een kijkje moeten gaan nemen met wat stegeltjes en rekjes. En dan dat we daar wat meer info kunnen vinden. Ja, ik hoop het. Ik weet ook echt niet wat ik hier aan het doen ben en wat de fuck ik hier moet doen, man. Ik sta hier in één keer in deze wereld. Ik denk ik ga maar bouwen. Ik vind het wel grappig dat we allebei als gewoon een soort van eerste instinct maar gewoon een beest zijn gaan bouwen. Ja, massief gewoon no chill, even... Even meteen je pik op tafel leggen hier, dus mocht er iemand komen. Perfect. En succes met je bouwwerk, jongen. Goedemorgen. Ja, dankjewel. Jij ook. Godverdomme, doe mij ook een keer zo'n mot. Ja, lekker motje. Ja, dat is een mooie mot. Godverdomme. Ja, doei. Hij heeft gewoon een mot. Ik wil ook een mot, man. What the fuck. Maar die mot is wel echt heel slow om zo te zien. Mondetje. zou ik hierboven dan nog een laag erop zetten, of niet? Ja, wat ik wel kan doen. Ik ga hier nog een soort van vangnetje opmaken trouwens. Oké, nou, dan is dit mijn toren. Oh, nou is hij wel vet op zich. Ja, hier fok ik wel mee, dat is cool. Dit moet dus helemaal vol plaatsen met turrets nog. En een generatortje moet ik er ook nog even inzetten. De vraag is, waar kan ik het beste de generator neerzetten? Is dat hier gewoon in het midden? I mean, ik kan hem hier gewoon neerzetten in het midden, I guess. En dan moet ik even ceilings hebben. Ja, ik heb hier toch meerdere generators staan uiteindelijk. Nou, even al die turrets verdelen hier. Dan hebben we die ook meteen staan. Dat zal wel nice zijn. En dan hebben we daar een basisjongen waar je u tegen zegt. Oh, wat knetterziek. Eigenlijk moet ik meteen nog even een toren aanplakken. Die we nodig gaan hebben. En eigenlijk moet ik hier op het dak ook nog een soort van megatoren gaan bouwen in het midden, weet je wel. Dat is ook vet. En eigenlijk moet je dan weer ver boven de turretcap komen, omdat ik anders niet meer kan bouwen. Oh my god. Dus ik moet even uitkijken ook waar ik overal mijn turrets neerzet. Want ik kan niet zo'n toren helemaal vol gaan plakken, weet je wel. Omdat ik anders gewoon meteen aan die 100 zit. Right. Nou, dan is de toren in ieder geval gevuld met turrets. Dat is al heel wat. Nice, dat zie ik graag. Misschien dat ik dan hier ook nog even in de berg een paar turretjes neer ga zetten. Kan dat? Daar moet ik even foundations voor hebben, man. Die heb ik nog wel liggen.
Foundations. Oh, dit wordt wel echt super vet, jongen, deze basis. Oh, laat ik daar trouwens over turrets bij zetten bij die nog. Dan heb ik die ook vast gefixt. En ammo moet nog allemaal gefixt worden, maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb alle materialen gewoon liggen voor ammo, dus... Superveel charcoal, superveel spark powder had ik ook nog. Element shards heb ik ook echt nog fucking miljoenen. Alright, dan moet ik hier nog even iets neerzetten en dan hebben we deze ook allemaal staan. Ja, dat is mooi. Heel mooi zelfs. En als ik nou even hier een turret ga bedienen met dat ik alle settings ga aanpassen. Range high. 65 turrets. En er staan, ja, zoveel turrets in range. Mooi, dan is alles gewoon geconnect. Super ziek, man. Dan hebben we deze toren in ieder geval klaar. Dan gaan we deze toren nog even fixen. Ik zit hier al een beetje aan een turret cap. Ah, dat zijn die turrets. Dat bedoel ik dus. Daar moet ik mee uitkijken. Torens gecomplete, man. Fucking ziek. Ik heb de hele binnenkant van de basis ook nog niet ingericht. Maar dat wil ik pas doen als ik turrets heb staan. Want daar staan al allemaal materialen in. Maar uiteindelijk wil ik dat hierin zetten. Ik moet nog ergens een cloning gedeelte hebben. Een cloning area. Ik weet nog niet zo goed waar ik die ga maken eigenlijk. Die cloning area. Op zich, ja. Ja. Ja, wil ik het hier hebben? Ja. Ja, misschien wel een paar, ja. Maar zeker niet allemaal. Ik kan altijd nog een externe cloning area maken, mocht het nodig zijn. Ergens anders op de map. Maar ik wil hier al mijn dino's nog neer gaan zetten, weet je wel. Net als die oldschool ARK-tijden. Dat je hier gewoon die dino's buiten uitgelijnd hebt staan. Dat is fucking vet. Dus dan gaan we weer even fixen dat dat hier bij deze basis ook weer gaat gebeuren. En lampen, man. Die wil ik ook heel graag hebben. Tech lights. Kan ik die maken? Die multilamps. Zet neer. Ja, die gaan de basis wel echt veel mooier maken, joh. Als je hier een paar van neerzet. Change settings. Dan moet ik even... Welke kleuren ga ik aanhouden? Oh, wat is vet. Wat hoort bij de wildpoeper, weet je wel. Fuck, welke kleuren gaan we doen, gek? blauw maar rood. Ja, dat is zo standaard, weet je. Blauw maar rood. Rood vind ik sowieso wel echt dik. Maar met wat? Met wat doen we rood? Geel is ook vet. Laten we geel maar blauw gaan. Ik denk dat ik die doe. Of geel maar rood. Nou, geel maar rood is ook wel gaar, man. Ja, dit vind ik ook wel vet. Ja, we doen geel maar rood. Fuck it. We hebben onze keuze gemaakt. Dik. Nou, plaats ik er nog even twee lampjes. En dan kan ik hier bijvoorbeeld ook gewoon normale lampen plaatsen aan de zijkanten, eventueel. Of deze weer een hele andere kleur. Deze kan ik blauw maken. Deze nog lichtblauw maken. Ja, dat is wel vet, denk ik. Nou, dan hebben we hier mooi blauw. Kijk, dit wordt wel ziek, hoor. Fucking dik. En dan moeten we hier weer die gele en die rode gaan doen. Ja, ziek, man. Dan ben ik benieuwd hoe het nou in het donker eruit gaat zien. Elke keer als ik weer zo'n toren erbij ga bouwen, dan ga ik gewoon even zorgen dat ik ook van die geel en rode lampen erbij neerzet, man. Dit is echt niet normaal. Hi, mensen. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace out. Like, abonneer. Gewit.